winkelcentrum is eigenlijk ontstaan in de jaren 60, jaren 70, jaren 80. Dus er is steeds een stuk bij aangebouwd. En dat betekent ook dat er dat op een gegeven moment is het versleten. Daar kijken we nu al een paar jaar tegenaan. En mensen willen dat er wat gebeurt. Niet alleen de winkeliers en eigenaren, wij vinden het belangrijk, maar de consument vindt het ook belangrijk. Als we die vragen zeggen van ja, weet je, het is uit de tijd, we moeten wat doen. Er is heel lang gesproken over herstructureren. Dus totale herstructurering waarbij ook gebouwen gesloopt werden, winkels zouden verschuiven. Er is een plan gemaakt waarin bijna elke winkel op een andere locatie zou komen. Maar toen kwam de economie, ging slecht. De detailhandelsbranche, ja, dat ging ook wat minder. En toen hadden we ook op een gegeven moment geen ontwikkelaar meer met wie we zaken konden doen. Die bestond niet meer. Ja, wat doen we dan? Toen hebben we tegen elkaar gezegd, dan gaan we niet meer herstructureren, maar dan gaan we revitaliseren. Verbeteren, mooier maken, opknappen, met weinig middelen toch iets moois neerzetten. En daar zijn we nu mee bezig. We zijn sinds het voorjaar met elkaar in gesprek. Begin volgend jaar moet het losgaan. We kunnen wat plannen zien. We hebben schetsen, we hebben plaatjes en tekeningen, maar ook een concreet plan. Ja, dit was het eerste blok wat destijds werd gerealiseerd en met het skateplein ervoor. Eigenaren en winkeliers zijn bij elkaar gaan zitten. Hebben gezegd, nou, wat willen wij nou eigenlijk? Wij willen dat mensen hier makkelijk kunnen winkelen. En dat heeft een aantal dingen in zich. Dus ze willen het aanbod van de winkels wat er nu is breed houden. Gratis parkeren voor de deur houden. Maar het moet ook plezierig zijn om iets langer te blijven. Want dat mist eigenlijk een beetje. Ja. Het is een beeld. Ja, zoals we dat kennen. Dus het blokje met de DA, met de slager. Maar misschien kan het wel zo worden. Dat je de daken als sterk punt hanteert, maar een andere kleur erin brengt. Net wat het vlakker maakt. Dat er meer glas komt. Dat de reclame niet zo schreeuwig in alle kleuren is, maar een soort een ritme heeft. Dan kan je met kleine stappen al veel ander beeld bereiken. Hier is nog een voorbeeld, de kiosken die op het plein staan. Onder andere de vis speciaalzaak in zit. En hoe kan je nou met weinig middelen, dus bijvoorbeeld een andere kleur en net iets anders inrichten, kan je een hele andere sfeer bereiken. Kijk, dit is dan de plattegrond van een mogelijke nieuwe situatie. Waarbij als je er zo naar kijkt, denk je, nou, dat verandert eigenlijk niet zoveel. Dat klopt ook. Maar de structuur van zo'n plein blijft gehandhaafd. Maar we maken een andere kleur bestrating. We voegen andere bomen toe. Wat zitelementen, hè, bankjes enzovoort. Dan krijg je gelijk die andere sfeer. En als de gevels dan meedoen, dan ontstaat er gewoon een heel ander beeld waar mensen prettiger zich bij voelen. En dat gebeurt ook op het grote plein. Nu is het zo dat met de auto kan je zo rondrijden. Nou, dat willen we eigenlijk, die beweging willen we eigenlijk uithalen. Niemand vindt dat eigenlijk prettig. Dus als de auto zo beweegt, hier langs, voor de plus langs, dan is het plein beschikbaar voor parkeren. Maar ook voor oversteken van voetgangers en langslopen van winkelend publiek. En dan kan je met de fiets in de hand daar lopen, je fiets neerzetten. En het wordt dan met bomen en groene hagen omzoomd. En dat geeft een heel andere sfeer. Nou, dat soort dingen. We hebben met de eigenaren en de winkeliers natuurlijk al een tijdje zitten praten. Hè, sinds dit voorjaar niet herstructureren, maar revitaliseren. Hoe ziet dat er dan uit? En wat willen we dan? Wat vinden we belangrijk? Nou, en vandaag is eigenlijk de dag dat we ook de consument vragen, de klant. Van wat vinden jullie ervan? Hè? We hebben schetsen, we hebben plaatjes, we hebben referenties. Maar wat vinden zij ervan? En dat kunnen ze hier vandaag de hele middag kwijt. We hebben een wensboom of een gedachtenboom of een ideeënboom. Daar kunnen mensen hun ideeën kwijt. En die nemen we mee in de verdere planvorming. Ik vind ook dat het winkelcentrum aan verbetering toe is. Ik wil niet zeggen verandering, maar aan verbetering. Qua betreft de parkeerplaatsen, die zijn wat smal. Maar nu is het heikele punt nog dat in de passage is de vloer zo ongelijk. Voor de rollator, voor de rolstoelers. Je gaat scheef in de bocht lopen. Nou, wij zijn natuurlijk als ondernemersvereniging en ondernemers natuurlijk erg betrokken bij het hele plan. En wij hebben natuurlijk verschillende malen ook bij elkaar gezeten om dit soort dingen te ontwikkelen.
We hebben ook de laatste paar keer met meerdere ondernemers, dus die ook niet lid zijn van de ondernemersvereniging, samengezeten. En daar hebben we dus hele leuke dingen en plaatjes en dergelijke geknipt. Van hoe mensen dingen zien als ondernemer. En daar zijn hele leuke dingen uitgekomen, heel verrassend. We hebben nu hier op de stand een sfeerbeeld staan, waar mensen dus kunnen zien hoe wij het zien. En wij hopen eigenlijk dat nu de burgers van Wezep zich ermee gaan bemoeien en ook met leuke suggesties komen. Want het is vooral hun winkelcentrum. En daar doen we het eigenlijk met z'n allen voor. Wij hebben aangekondigd 2 jaar geleden dat we het aantal kantoren in de regio gaan reduceren. En wij zullen in het eerste kwartaal van volgend jaar zal de bemensing hier worden teruggetrokken. En gelijktijdig blijven alle apparaten hier aanwezig. Zowel zeg maar de geldautomaat binnen en buiten. En ook de mogelijkheid om af te storten, zowel voor zakelijke klanten als voor particulieren. En daar zullen we het nodige voor gaan verbouwen om te zorgen dat er ook weer in een modern jasje uitziet. Zoals verwacht mag worden van ons. Maar de bemensing zullen we eind van het eerste kwartaal volgend jaar terugtrekken, dat klopt. Wat missen jullie nou op zo'n winkelcentrum? Nou, heel eenvoudig, een terras en openbaar toilet. Terras en openbaar toilet? Ja. Dat vind ik wel belangrijk. Ja. Wat ik bedoel, dat zeggen we net tegen de jongeman. Wij wonen vlakbij, wij kunnen nog gauw een keer naar huis gaan. Ja. Maar je hebt ook wel eens een klein kind bij je. Nou, en dan denk ik van, dan moet je naar huis eerst. Nou, dan is het meestal te laat. Ja. Wat winkeliers aangeven, maar wat consumenten eerder ook hebben aangegeven, is ja, van we missen een beetje dat we ergens gewoon even kunnen zitten voor een kopje koffie. Nou, dus dat willen we wel graag inbrengen. En in de prent hebben we dan wat referenties natuurlijk, hè, van een terras of een leuk element op het plein. Nou, dat willen we graag doen. Ook gewoon bankjes, ook banken voor ouderen, hè? Want er is al een plek hier waar ouderen vaak zitten. Nou, die moeten gewoon kunnen blijven natuurlijk, dus die willen we graag handhaven. Maar ook een terras, daar willen we ruimte voor maken. Nou, we staan hier nu denk ik 1 uur of 2 en de boom begint al aardig vol te hangen. En ik heb ook een opschrijfnotitieboekje, daar staan ook al aardig wat opmerkingen in. Dus het loopt al aardig goed, leuk. Ja. Waardevolle ideeën. Ja, zeker. Ja, ook dingen die we nog niet eerder hadden gehoord of zelf hadden bedacht. Dus dit brengt zijn geld wel op deze middag. En tot nu toe moet ik zeggen, krijgen we op de, vooral op de kleur en op de elementen die getekend zijn, krijgen we eigenlijk alleen maar positieve reacties. Dus dat is natuurlijk heel leuk. Maar er is ruimte voor aanpassing, voor verbetering, voor verandering. En die ruimte bieden we natuurlijk. Ja, ik heb de plannen bij de raad gebracht en die waren zeer enthousiast. En ik denk dat we met zekerheid nu kunnen stellen, het zal in stapjes gaan, maar we kunnen nu met zekerheid stellen dat de plannen voor de revitalisering nu eindelijk definitief vorm gaan krijgen.